Ja, opbrengsten van de vennootschapsbelasting zijn ondanks de corona- en energiecrisis in vijf jaar tijd verdubbeld. Zo meldt de Economenvakblad ESB op basis van twee beleidsmedewerkers van het ministerie van Financiën. Sinds 2021 zien we de opbrengsten van de VPB sterk stijgen. En dat zien we dus ook terug bij MKB-bedrijven, eh, maar ook bij grote bedrijven. Bij ons economen Han de Jong. Han, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dat zegt wel iets over de gezondheid van onze industrie-sector, onze, uh, 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 industrie onze, onze, onze bedrijvensector, hè? Ja, dat is zo. Dan moet ik wel zeggen dat die, mm -hmm. um, dat die stijging van die, uh, van die vennootschapsbelasting... Ja. die is uh, veel hoger dan de stijging van de winsten... zoals we die, uh, die kunnen waarnemen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, he, want uh, nou, je, je hebt het al over een verdubbeling. Ja, als je 2020 was natuurlijk een coronajaar en daarmee ook een recessiejaar. Ja. Dus ik denk dat eigenlijk een betere vergelijking zou het 2019 zijn. Uh, maar dan zie je dus dat, um, dat in, die, uh, in die paar jaar... Uh, dit onderzoek gaat tot en met 2023... Um, uh, ja, in die paar jaar tijd is, zijn de inkomsten uit vennootschapsbelasting die zijn 83% gestegen uh, volgens de cijfers van het CBS. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is heel fors. En um, ja, die mensen van het ministerie die zeggen natuurlijk dat dat uh, zowel door het, door het, uh, bij het MKB vandaan komt als bij het grootbedrijf. Ja. En uh, ja, dat, dat klopt dan wel. En, mm -hmm. Maar dan voeg ze er ook wel aan toe trouwens. Dat dat dus ligt aan de, en dat suggereerde jij natuurlijk al, hè, dat ligt aan de aan de groei van de van de winst, van de operationele winst. Ja. Um, maar die wordt zeker voor het MKB, gedeeltelijk uh, natuurlijk geholpen in de eerste jaren van die periode door de coronasteun. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, die moet je wel even meenemen. <laughs> ja. uh, maar positieve cijfers, hè, dat, en de, dat zijn die beleidsmedewerkers ook van het ministerie van Financiën. Uh, mogen we inderdaad positief zijn of zit er toch wel wat, 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 wat vlekjes op? Nee, we mogen natuurlijk positief zijn. Hè? Want ten eerste hebben we natuurlijk die, die belastinginkomsten nodig. Ja. Um, en, en bovendien, wat je al aangeeft, hè, het, ja, het is een teken van, uh, van winstgroei. Uh, nou, bedrijfswinsten die voeden investeringen. En dat is onze toekomstige economische groei. En daarmee onze toekomstige welvaart. Ja. Wat natuurlijk wel meespeelt, hè, is dat in, uh, in die periode de inflatie uh, zeer hoog is geweest. Ja. Um, en uh, als we naar de lonen kijken, dan, uh, ja, dan vinden we natuurlijk toch dat die zoveel mogelijk gecompenseerd moeten worden mm -hmm. voor de inflatie. Datzelfde zou je natuurlijk ook over de winsten kunnen zeggen. Uh, maar zelfs als je dat doet, hè, dan is toch die stijging van de uh, vennootschapsbelasting, die, die is opmerkelijk. Um, wat ook wel een rol speelt, dat is dat de tarieven over die periode wel, wel wat zijn gestegen. Um, en ja, nog over die inflatie, nog over die hogere tarieven zegt het ministerie van Financiën iets. Um, maar, maar ja, per, per saldo natuurlijk toch wel heel positief. Dankjewel. Meneer Schaarsbergen. Han de Jong.